In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Zie uit naar de Heer, houd moedig stand, wees welgemoed en vertrouw op de Heer. Van harte welkom in deze Eucharistieviering. Bemoedigende woorden vandaag in de openingspsalm. Eigenlijk woorden die mensen elkaar toeroepen, toezingen, toedansen, op allerlei manieren, ook in deze crisis waarin je zou zeggen, het toch alles kommer en kwel is. Vertrouw, wees welgemoed, houd moedig stand. Daartoe klappen we toch voor de hulpverleners. Daartoe worden allerlei initiatieven genomen. Want de moed laten zakken, dat is wel het slechtste wat je kunt doen in een situatie van crisis. Maar zo mogen wij ook, als er een crisis is in ons eigen hart, in ons eigen leven, als wij met onszelf niet meer zien zitten, weten dat God tegen ons zegt, hou moed, hou stand, sta op, ik ga met jou verder. In dat vertrouwen kunnen wij zelfs onze zonden uitspreken en God een vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil volbrengen, om te verkrijgen dat uw volk, ook in onze dagen, toeneemt in verdienst en aantal. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Gaan we luisteren naar Gods woord. Uit het boek Numeri. In die tijd trokken de Hebreeën van de berg Hor in de richting van de Rietzee, want zij wilden om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Het keerde zich tegen God en tegen Mozes. Hebt gij ons uit Egypte gevoerd om te sterven in de woestijn? Er is geen brood, er is geen water, en dat minderwaardige eten staat ons tegen. Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood. Nu kwam het volk naar Mozes en zei, we hebben gezondigd, want wij hebben ons tegen de Heer en tegen u gekeerd. Bid de Heer dat hij die slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk en de Heer zei tot hem, maak zo'n giftige slang en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is en er naar opziet, zal in leven blijven. Mozes maakte een bronzen slang en zette die op een paal. Ieder die door een slang gebeten was en zijn ogen op de bronzen slang richtte, leef in leven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het refrein van de tussenzang. Heer, verhoor mijn gebed. Heer, verhoor mijn gebed. Heer, verhoor mijn gebed. Laat mijn geroep u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, wanneer de zorgen mij drukken.
Schenk mij uw aandacht, Heer. Verhoor mij zodra ik u aanroep. Heer, verhoor mijn gebed. De heidenen zullen uw naam weer duchten, de vorsten der aarde, uw heerlijkheid, Heer. Wanneer gij de muren van Sion herbouwt, wanneer gij daar weerkeert in volle luister, wanneer gij de stem der geplunderden hoort, hun smeekbeden niet naast u neerlegt. Heer, verhoor mijn gebed. Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht, en laat onze zonen de Heer ervoor danken. De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte. Hij ziet uit de hemel op aarde neer. Hij zal het geschrei der gevangenen horen. Verlossen die aan de dood zijn gewijd. Heer, verhoor mijn gebed. Loof de Heer, alle volken. Loof de Heer, alle volken. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Loof de Heer, alle volken. De Heer zij met u. En met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd sprak Jezus tot de fariseeën: ik ga heen en gij zult mij zoeken, maar in uw zonden zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij niet komen. De Joden zeiden daarop: hij zal toch geen zelfmoord plegen dat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. Maar hij hernam: gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Daarom zei ik u dat gij in uw zonden zult sterven, want als gij niet gelooft dat ik ben, zult gij in uw zonden sterven. Zij vroegen hem toe: wie zijt gij dan? Jezus antwoordde: waarom zou ik eigenlijk daar met u nog over spreken? Veel zou ik over u kunnen zeggen tot uw veroordeling. Maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig, en wat ik van hem heb gehoord, dat zeg ik tot de wereld. Zij begrepen niet dat hij hun van de Vader sprak. Daarop zei Jezus: wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult gij inzien dat ik ben, en dat ik uit mijzelf niets doe, maar dit alles zeg zoals de Vader het mij heeft geleerd. En hij die mij gezonden heeft, is met mij. Hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem behaagt. Toen hij aldus sprak, gingen er velen in hem geloven. Zo spreekt de Heer. Er zullen maar weinig mensen zijn, denk ik, die niet geraakt worden door de crisis rond het coronavirus. En op allerlei manieren. Sommigen heel heftig. Je zult die ziekte maar hebben of in de IC liggen. Of de verplegers en de artsen die 12 uur achter elkaar soms werken en met materiaal dat hun eigen gezondheid niet genoeg beschermt. Je zou dan echt in angst kunnen verkeren. Maar ook heel dichtbij, en ik zou bijna zeggen in iedere woonkamer, als je thuis moet werken en je hebt 3 kleine kinderen... die de hele dag nu thuis zijn en niet naar de opvang kunnen, niet naar de school. Ja, dan moet je thuis werken, proberen je te concentreren en ook nog de kinderen proberen te helpen bij een huiswerk. En zelfs als je helemaal alleen woont, ook dan kan het zwaar worden. Je hebt weliswaar thuiswerk, maar je ziet geen mens meer. En de verveling slaat toe. Zoals bij menige bejaarden die alleen op de kamer zit. Geen bezoek meer. Kortom, onze geschiedenis is in zo'n situatie niet gemakkelijk. En dat je gaat klagen, dat ligt eigenlijk een beetje voor de hand. Hoe lang gaat dat nog duren? En waarom ik? Dan kun je wel zeggen, er zijn nog zoveel met mij, maar toch, waarom ik? Waarom laten ze mij niet? Etcetera. Je geschiedenis niet accepteren is echter iets wat we in de eerste lezing ook tegenkomen bij de Joden. De Joden zijn door God uit Egypte bevrijd, maar dan zitten ze in de woestijn. Een woestijn waar ze zeggen, er is geen brood, er is geen water en dat minderwaardige eten staat ons tegen. En ze beginnen te morren.
En morren is een woord dat in, uit de mond, het komt als het ware van dat, dat gemor komt uit de mond van de Joden, telkens opnieuw. God komt naar hen toe, hij helpt hen, hij bevrijdt hen uit de slavernij, en na een tijdje beginnen ze toch weer te morren en te klagen. Blijkbaar is dat gemor en dat geklaag ook iets wat laat zien dat we de geschiedenis zoals die is, niet willen accepteren. Nu zou je zeggen, ja, we moeten die geschiedenis ook niet accepteren. We moeten ons verzetten tegen dat coronavirus. Inderdaad, met alle mogelijkheden die er zijn. Maar tegelijkertijd leven we wel in een situatie waarin onze mogelijkheden, fysieke mogelijkheden, alleen al beperkt zijn. En dan kun je afvragen, levert zo heel veel op? Alleen maar te morren en te klagen. En we hebben daar vaak heel veel woorden voor. Morren, klagen, zeuren, in het dialect rouwelen. En in het dialect heb je nog 10 andere woorden daarvoor. Nu, wat doet God als het volk alleen maar wordt? Toen zond de Heer giftige slangen op het volk af. Deze beten de Israëlieten en velen van hen vonden de dood. Als je uiteindelijk ook in een moeilijke geschiedenis niet op God vertrouwt, maak je je los van God. En dat is een doodlopende weg. En toch wil God het volk ook in die situatie redden. En hij zegt tegen Mozes, maak zo'n giftige slang, zet die op een paal en iedereen die gebeten is en ernaar opziet zal in leven blijven. Die opgeheven slang en een paal, daar die leven brengt, daar verwijst Jezus naar. Al in het derde hoofdstuk bij Johannes, in het Johannes-evangelie, zegt hij tegen Nicodemus, zoals eens Mozes de slang omhoog hief in de woestijn, zo zal ook de mensenzoon omhoog geheven moeten worden. En vandaag zegt hij het opnieuw. Wanneer gij de mensenzoon omhoog zult hebben geheven, dan zult ge inzien dat ik ben. Jezus is degene die omhoog wordt geheven, zoals de slang eens omhoog gegeven werd. En het enige wat wij eigenlijk hoeven doen is kijken naar God, kijken naar Jezus Christus met geloof. Maar waarom is hij zo bijzonder? Jezus zegt, als je naar mij opziet, dan zult gij inzien dat ik ben. Dat is een gekke zin. Ik ben. Daar hoort nog iets bij. Ik ben groot, ik ben Nederlander, ik ben ziek, ik ben gelukkig, wat dan ook. Maar Jezus zegt, ik ben. En dat is precies het woord dat God gebruikte toen hij zich in de braamstruik aan Mozes openbaarde. Op het moment dat Mozes vroeg, wat is uw naam? En toen zei hij, ik ben, zend u naar Farao. Ik ben er voor jullie. Dat is de naam van God. En blijkbaar is Jezus van God, de Zoon van God, die er is voor ons. Vertrouwen wij ons aan hem toe, dan zullen we uiteindelijk iedere crisis te boven kunnen komen. Amen. Leggen wij nu vol vertrouwen onze gebeden en vragen aan onze hemelse Vader voor. Voor onze kerk, dat zij het kruis van de Heer blijft verkondigen als teken van hoop, te midden van een verscheurde wereld, die getekend is door vele andere kruisen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons. Voor alle mensen die aanstoot nemen aan het kruis van Christus, dat zij Jezus, de levende Heer, in hun leven mogen ontmoeten en aanvaarden. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons. Voor hen die een zwaar kruis te dragen hebben, dat zij in en door hun kruis mogen komen tot de gekruisigde, die juist hen nabij wil zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons. Voor onszelf, dat wij bereid mogen zijn om Jezus in zijn lijden na te volgen en onze kracht bij hem te zoeken. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoog ons. Voor onze overledenen, dat zij door de kruisdood van Christus mogen delen in zijn eeuwig leven. Laat ons bidden. Heer onze God,
Wij bidden u, verhoog ons. God, onze toevlucht en onze kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting, geef schenk vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons uw volk nabij en genadig nu wij alle de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus. Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij u geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop, zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid, door Christus onze Heer. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen en u dragen wij op. De vrucht van de aarde, het werk van onze handen, maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen en u dragen wij op. De vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen, maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat deze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, o Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, wij brengen u dit offer van verzoening en vragen u, vergeef genadig onze zonde en schenk ons leiding bij onze zwakte en onzekerheid, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En met uw geest, verheft uw hart. Wij zijn met ons bij de Heer, brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken. En altijd en overal, door het verlossen lijden van uw Zoon, heeft heel de wereld geleerd van uw grootheid te getuigen. Aan het kruis ontplooit zich goddelijke kracht, daar begint het oordeel over de wereld en de heerschappij van de gekruisigde. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen, ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde. Santos, Santos, Santos Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood,
brak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk en sprak opnieuw de dankzegging uit. Die gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drink hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Kondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Zijn dood en verrijzenis en dachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het Heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurde om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, Harry, onze bisschop, de hulpbisschop Everard en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heere Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. En met de geest. Wenst elkaar de vrede. Vrede van Christus. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar ons tot het eeuwige leven. Het bloed van Christus bewaar ons tot het eeuwige leven. Amen. Dit zegt de Heer, wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. U die niet in de gelegenheid bent om de communie fysiek te ontvangen, mag in de geestelijke communie uw hart voor hem openen. Al wie naar mij opziet in geloof, ik zal hem of haar tot mij trekken, zegt Jezus. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Laat ons bidden. Almachtige God, wij vragen u, wek in ons een blijvend verlangen naar uw goddelijke geheimen, om steeds nader te mogen komen tot uw hemelse gaven door Christus onze Heer. Amen. Na de zegen zingen we het lied, wij groeten u Maria in Laus Deo 1248. De Heer zij met u. En met uw geest. Zegene u, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede. Wij groeten u, Maria, moeder wilde.